Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om het bewerkstelligen van eenheid onder de inheemse gemeenschappen. Dit zei Lloyd Reed, voorzitter van de organisaties van samenwerkende inheemse dorpen in Para en Wanica, gisteravond in ons actualiteitenprogramma Questions and Answers. Reed vertelt dat voorbereidingen voor een tweede missie op het diaspora-beleid van deze gemeenschappen in Suriname en Nederland te verstevigen, zijn misgelopen vanwege de COVID-19-pandemie. Vaak zit het wie trekt de kar. En bijvoorbeeld bij mij, als ik eraan denk, ik heb nooit problemen gehad wie de kar gaat trekken. Het doel moet gerealiseerd worden. En of ik daarbij niet genoemd word, is voor mij geen probleem. Zolang het resultaat daar is. Nog en daar moeten wel. We voor gaan. En ik heb wel het gevoel dat het wat ego's zijn. José Artist, gemeenschapsontwikkelingsdeskundige, zegt dat de inheemse gemeenschap in Nederland ook veel aan hun eenheidsvorming moeten werken. Echter is de bereidheid om bij elkaar te komen vele malen hoger als er een oproep op hen wordt gedaan. Gericht op Nederland, ik denk dat op de momenten dat we een beroep op ze doen, dat ze er zijn. Ja. En dan lukt het ook goed. Okay. Maar om het in gang te blijven houden en om het structureel te maken, dat zal nog wat tijd kosten. Artist concludeert dat door het wegtrekken van verschillende inheemse stammen uit hun respectieve woongebieden de tribale talen verloren gaan. Het is volgens de deskundige een serieus zorgpunt waaraan de samenleving aandacht moet schenken. Dit is vooral het geval bij dorpen in de kustvlakte. Aldus Artist.